Inke Plas werd gisteren uit de expeditie Robinson gestemd. Ze wilde de strijd eigenlijk nog niet opgeven. Maar het weerzien met haar zoontje Frenkie maakte veel goed. Wij zochten haar vandaag op. Na 3 weken zon, zee en strand is Nienke uitgesurvived. Tot het laatste moment zet ze alles op alles om te winnen. Ik ga wel met opgeheven hoog en met een soort van dignity. Ik ging echt zo in dat moeras steeds verder omlaag. Het belangrijkste is dat Nienke niet wint. Punt. Alle verbondjes onder de brandende zon zorgen ervoor dat ze het niet makkelijk heeft op het eiland. Ik heb je woord. Ja, zeker. De fans zijn dan ook verdrietig dat ze het Amsterdamse accentje moeten missen volgende week. Ik ga allemaal berichten van, ik ga nu niet meer kijken. Ja, ik denk dat ik de mensen die voor mij keken wel kunnen entertainen tot het laatste moment. 3 weken eiland eisen hun tol, want lang houdt Nienke het niet vol tijdens de proef. Je libido, je evenwicht zou dus helemaal... Nou, dat ging al bij mij heel snel. Nienke. 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 En dat was meteen de laatste stem, Nienke. Diezelfde avond nog kan ze heerlijk wegdromen in een schoon bed. Maar dat verloopt anders dan verwacht. Ik bleef maar wakker. En ik dacht, is de airco te hoog, is de airco te zacht? Ben ik nu gewend dat ik in een heel vochtige omgeving moet slapen? Ik kreeg niet te slapen pakken gewoon. Niets slaapt dan ook lekkerder dan je eigen bed. Nadat je flink hebt geknuffeld met je grootste fan natuurlijk. Ik denk dat mijn zoontje pas door had hoe lang het was toen hij me zag. Dat hij me vastpakte en hij bleef me aankijken en me knuffelen. En toen dacht hij waarschijnlijk van, ik heb jou heel lang niet zo dichtbij mijn gezicht gehad. Ik dacht echt, oh, zo knuffel je me nooit als ik je ergens afzet. Dus ik dacht, oh, take it all in. Ik sta hier tussen 2 Robinson-experts. Wie gaat het winnen? Wie staat er bovenaan? Ja, ik weet het dus echt niet. Ik presenteer Eiland Praat, maar ik weet echt helemaal niks van het verdere verloop. Maar ik denk dat Dominique gaat winnen. Dat is een van de onbekende Nederlanders. En zij is echt heel goed. En ook mentaal en fysiek sterk. Er is ook iets aan de hand, hoorde ik, over een setje. Iets wat een beetje aan het koelen is. Het is nog geen setje, maar het is wel een mooi gezicht. Want Dominique dus en Steven Brunswijk, die zitten samen op een eiland. En er werd dus gisteren gesproken over Nienke, die van het eiland af moet. En dus over deze 2. Ja, die zitten echt als een soort van koppel op dat finalisten-eiland. Ik ben bij Steven thuis geweest een tijdje geleden voor dit programma. Hij heeft een hartstikke leuke vrouw, heeft hele leuke kinderen. Je wordt gewoon heel hecht met mensen met wie je Expeditie Robinson... Ik heb er zelf ook gezeten. Je wordt heel hecht, maar dat betekent niet dat je ook meteen... Nee, dat geloof ik ook wel. Want Nienke zegt ook, ja, je evenwicht zal gaan en je libido is poef, dat gaat naar beneden. Dus ja. De hele